Welkom bij het gala van de Nederlandse film. Het jaarlijkse hoogtepunt van de Nederlandse filmwereld. Film is gewoon zo belangrijk en daarom is dit gala belangrijk. Omdat het is niet een of ander lullig achteraf feestje. Nederlanders willen gewoon ook Nederlandse films zien. Dus het is je taal, het is je cultuur. Prikkelt ons. Het is een goede prikkel voor iedereen. De beste acteurs, actrices en regisseurs van dit film- en televisiejaar strijden vanavond om de grote prijzen van de Nederlandse film, De Gouden Kalver. 8 nominaties. Dat is geen grap. Er zijn 5 nominaties. Gillen. Gillen, schreeuwen, gillen. Tussen 0 en 3, zou ik zeggen. Ja, dat was wel ongeveer mijn reactie. Ik was heel erg blij. Ja, weet je, als je genomineerd bent, dan weet ik vanuit ervaring, dan wil je hem ook hebben als je er zit. Wat wordt de beste tv-serie? Welke speelfilm sleept de meeste kalveren in de wacht? Wie zijn de gedoodverfde favorieten? Nou, ik gun het Wolf heel erg. Dat zijn jonge filmmakers die een tweede film maken. Ik hoop dat Borgman beste film wint. En ik vind het ongelooflijk terecht als beste scenario en beste regie ook voor Alex zijn. Ik vond Matterhorn te gek. De marathon vond ik te gek. Ik vind het een mooi beeldje wat ik graag in huis wil hebben. Zo simpel is het. Live. Vanuit de stad Schouwburg in Utrecht is dit het gala van de Nederlandse film. En hier is uw presentatrice, Anna Drijver. Dankjewel. Goedenavond. Welkom filmmakers hier in de zaal in Utrecht en welkom u, kijkers thuis. Welkom op het gala van de Nederlandse film. U zit op de eerste rij als wij hier straks de grote prijzen van de Nederlandse film uit gaan reiken. De Gouden Kalveren. Nou, de genomineerden zitten hier behoorlijk zenuwachtig in de zaal. Ik zie hier bijvoorbeeld vooraan Monique Hendricks zitten. Terecht genomineerd voor haar rol in Penosa. Hoe gaat het met de zenuwen? Ja? Nou, ik zie, jij kan vanavond, kan zij haar 4e kalf in haar carrière in de wacht slepen. Nou, ik zie daar ook Ton Kas, genomineerd voor zijn prachtige rol in de film Matterhorn. En een verrassende gast is hier ook aanwezig, Jan Smit. Goed dat je er bent, je zit daar, ja, ik zie een handje. Nou, we zien straks of jij de publieksprijs, de UPC publieksprijs voor het bombardement op mag halen natuurlijk. Even kijken wie hier nog meer vooraan zit. Ik zie Hadewig Minis. Ja, genomineerd voor haar rol in Borgman. Heel terecht. Gaat zij het winnen? Nou, natuurlijk is vanavond de grote vraag. Wie wint het Gouden Kalf voor beste film? De genomineerden daarvoor zitten hier op de eerste rij. Hier rechts zitten daar de makers van Boven is het stil. En hier in het midden de makers van Borgman. En links hier de makers van Wolf. Ja. Nou, het komende uur reiken we 9 gouden kalveren uit. Daarna gaan we er even uit en komen we dan om 11:15 terug. En dan zal Wilfried de Jong enkele winnaars van de gouden kalveren interviewen. En dat doet hij op een hele bijzondere plek. Namelijk in zijn eigen oude Mercedes die hier pal voor de stad Schouwburg bij het grote gouden kalf staat. En als het goed is heb ik nu verbinding met hem. Dat klopt. Ja, hallo. Nou, het ziet er goed uit. Ja, het is nu even wachten natuurlijk tot 11:15. Dus je zit hier in mijn eentje. Het is heel mild weer, het is lekker, het blijft droog. Heb je al een bon gekregen eigenlijk? Nee, er liepen net wel een paar agenten langs. maar die denken, ja, dit hoort zo. Dit is een normale parkeerplaats op deze avond. Dus die hebben er niets aan gedaan. Heel goed. En waarom ga je mensen in je auto interviewen en niet gewoon hier aan de nou bar? Nou ja, ik heb het feestje wel eens meegemaakt. Dat feest, dat spat er vanaf. Het is zo druk, zoveel lawaai. Dat ik denk het goed is om met 4 winnaars hier even op het gemak in de auto, op 100 meter van de plek, even rustig na te praten over hoe belangrijk zo'n kalf is. Goed. Nou, we gaan het later zien. En wie je uiteindelijk gaat ontvangen. En we komen later bij je terug. Is goed. Veel plezier. Nou, niet alle genomineerden voor een Gouden Kalf kunnen vanavond hier in Utrecht zijn. Omdat ze bijvoorbeeld op de planken staan in binnen- en buitenland. Waar mogelijk proberen we verbinding met ze te leggen. Zo speelt toneelgroep Amsterdam op dit moment een voorstelling De Russen in Sint-Petersburg. En daar zitten 2 genomineerden spelen daarin. Fetja van Uwet en Marwan Kenzari. Nou, mocht een van hen winnen, dan proberen we via Skype verbinding te maken met ze. Dus wie weet gaan we met hun in contact. Oké, nou, we zien jullie straks. Oh nee, sorry. We gaan nu kijken naar een overzicht van het afgelopen jaar. Want we mogen wel concluderen dat het een heel goed jaar was voor de Nederlandse film. Voor het eerst in 38 jaar
is er namelijk een Nederlandse film weer geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het meest prestigieuze filmfestival ter wereld. De film Borgman haalde de selectie van Cannes. Tot 38 jaar, ja. En met deze film hebben we ook een prachtige inzending voor de Oscars. Nou, naast dat internationale succes deden Nederlandse films het in eigen land ook heel erg goed. Het jaar kende een aantal zeer succesvolle publieksfilms waar de bezoekers in grote getalen op afkwamen. De best bezochte film van het afgelopen jaar werd door ruim 900.000 bioscoopbezoekers bekeken. En dat was de film Alles is Familie. We hebben deze wagen onderworpen aan de Elandhof. Kijk maar. Zie je wel? Dus steile bruggetjes in de binnenstad van Amsterdam bijvoorbeeld, dat is absoluut haalbaar. Ja, ja, nee. Ja. Wat dacht u ervan? Ja, ik zit een beetje met de kleur. Oh, ik zit een beetje met de steile bruggetjes. We maken een proefrit. Mevrouw, meneer, alstublieft. Oh, mag dat? Mevrouw, ik mag pas met pensioen als ik al deze wagens verkocht heb. Voor de uitreiking van het Gouden Kalf voor beste actrice in een televisiedrama is hier Kees van Kooten. Dank je wel. Ja, nou, u heeft het eigenlijk een heel druk jaar gehad. Boekenweek geschenk, het alle promotie daaromheen gedaan. En voor het eerst sinds 20 jaar weer te zien in een Nederlandse film. Begon dat pensioen een beetje te vervelen? Nee, het is ontoereikend, het pensioen. Ik hoef u niks te vertellen. En ik was net lid van 50PLUS geworden. En ik heb al mijn geld aan Krol gegeven. En het is allemaal weg. Ja, dat is lastig. Dus, nou, nichtenstreek. Aan u de eer. Okay. Ik zou als bioscoopbezoeker graag mijn oprechte dank en bewondering betuigen aan de mensen die voor het welslagen van al deze prachtdolprenten medeverantwoordelijk zijn, maar die hier niet zichtbaar zijn. En ik zou voorstellen dat er naast het Gouden Kalf een aantal specialistiek kalveren wordt beschikbaar gesteld voor de mensen op de achtergrond, de kleine ZZP'ers die hun ziel en zaligheid hebben vermaakt aan deze tiende muze, onze film. Ik denk aan voor Scriptkuls het Gouden Schrijverke. Ik denk aan Grimeurs de Gouden Chameleon. Ik denk voor Beste Stuntman de Gouden Chimpansee. Dat werk bedoel ik. En ik zeg ZZP'ers. En ik zeg ZZP'ers, omdat het mensen zijn die voor een keiharde vergoeding prachtig en heel integer en fantastisch vakmanschappelijk werk leveren. En omdat wij allemaal, ik las nu net vanmorgen over hoe het eigenlijk zit met de grote profvoetballers, met Neymar en zo en Messi, dat die niet meer eigendom van zichzelf zijn of van de club, maar van een aantal investeringsmaatschappijen. En die vrijheid om een product helemaal namens jezelf te maken en van jezelf en wat goede, zo meedenkende vrienden te laten zijn, dat is een vrijheid die we allemaal moeten behouden. En je moet altijd een meerderheidsbelang in jezelf zien te houden. Geloof ik. Geloof ik. Dus het geeft er snel uit handen. Snel uit handen. En we moeten niet gek opkijken als ze in de paniek van deze mislukkende overlegrondes maandag Zijlstra met nog een ideetje komt. En dat is, weet je wat, die zelfbedruipende filmmakers, die moeten dat veel handiger inpakken. Nu staat er af en toe een flesje Rolls op de hoek op een bureau. Maar waarom onderbreken we de films in de bioscoop eigenlijk niet voor reclameblokken? Dan halen ze dat geld veel makkelijker binnen. Dus laten we volgend jaar in iedere film Jeroen Krabbé kasten. Dan gaat dat in elk geval niet door. Dan kunnen de reclameblokken wegblijven, de commercials voor Holland Casino. Dames en heren. Ik heb de grote eer het kalf voor beste actrice televisiedrama straks te mogen uitreiken. Beste actrice televisiedrama.
Genomineerd voor beste actrice in een televisiedrama zijn... Marianne Aparicio Torres voor haar rol in Warriors. Weet je nog die dag, Nina? Weet je nog? Jij hield zo veel van mij. Jij houdt zo veel van mij. Weet het, ik hou van jou. Weet je, lief? We gaan het allemaal anders doen. We gaan het helemaal anders doen. Ga je gang. Monique Hendricks voor haar rol in Penosa 2. Dat heb ik er voor over. Luister, als iemand erachter komt wie ik ben of waar ik zit... of jij nou geluld hebt of niet, dan kom ik je halen. Noortje Herlaar. Papa, mijn vriendin Dini is zo dol op de revue. Voor haar rol in Moeder, ik wil bij de revue. En nu zei Arnold mij net dat een goede vriend van hem er ook zo van houdt. Dus toen dacht ik, zouden wij misschien met z'n vieren mogen gaan? En met jonge mensen onder elkaar is het natuurlijk leuker dan met ons erbij. Dat snappen wij echt wel, hè, Aag? Beste actrice, televisiedrama. Een hoofdrol kan een televisiedrama maken of breken. Deze actrice maakt het. Krachtig en rauw, elegant en emotioneel zuiver. Het Gouden Kalf voor beste actrice televisiedrama 2013 gaat naar Monique Hendricks voor haar rol in Penosa 2. Wauw, en dan ook nog uit de handen van Kees van Kooten. Kalf. Ik ben ontzettend blij. Want mijn laatste Gouden Kalf is inmiddels alweer geruime tijd een koe. Vette shit. Yippity-yo, let's go with the flow, zou Diederik van Rooyen zeggen. Onze, waar zit je, Diederik? De regisseur van Penosa, dames en heren. Prijswinnende schrijvers en hele, hele, hele fijne tegenspelers. En dan een stoer pakje aan, een beetje make-up en een gun is al de helft van je rol. En Diederik, hoe jij ons met je enorme enthousiasme en je briljante ingevingen bestookte in de meest ongure plekjes van Amsterdam, dat maakte van die hele draaiperiode heerlijke rock'n'roll. Een geweldig, ijzersterk team, wat aan een half woord genoeg had. Ik dank de KRO, ik dank NL Film, ik dank de jury. En ik dank iedereen die met mij iedere dag op die set stond. Waarom? Omdat we familie zijn. Daarom. Zijn carrière bij Toneelgroep Amsterdam en werd bekend door zijn rollen in Sjoef Sjoef Habibi en Het Schnitzelparadijs. En het afgelopen jaar was hij te zien in de succesvolle film De Marathon. Voor de uitreiking van het Gouden Kalf voor beste acteur in een tv-drama is hier Mimoun Ouissa. Dankjewel. Goedenavond. Laten we meteen maar overgaan naar de genomineerden. Genomineerd voor beste acteur in een televisiedrama zijn. No. Go out and do something. Find her now. Isaka Sawadogo voor zijn rol in het niets. I'm down. I will calm down if you find her. Calm down. I'm down. I will calm down if you find her now. Go out and do something. Help me. Find her. Fetja van Huet voor zijn rol in Overspel 2. Mag ik jou eraan herinneren dat het je laatste kans is? En dat je van school af moet als je het niet haalt? Komt allemaal heus wel goed. Oh ja? Met pokeren. Jezus! Mag ik misschien? Mag ik misschien? Nee, dat mag je niet. Creditcard jatten. Moet ik mijn afschriften gaan checken? Hoeveel je al verloren hebt? Creditcard? Wat voor creditcard? Moet je eens goed naar me luisteren. Jij bent een steenhouwer. En geen Kouwenberg. Pierre Bokma voor zijn rol in De Prooi. Het zijn rare tijden. De wereld is in beweging. Ik heb in de Bijbel horen fluisteren dat we morgen ons geld gaan verdienen met iets dat ze noemen
Internet. Internet? Ja, de overnames vliegen de pan uit. Het is eten of gegeten worden. Je bent jager of je bent prooi. Als je zwak bent, word je prooi. Dat is zwak. Heel zwak, dat hoef ik je verder helemaal niemand te vertellen. De manier waarop deze acteur ons bij zijn personage naar binnen laat kijken, al is het soms maar een paar seconden, is sensationeel. Een prestatie die het puur artistieke ver overstijgt. Het Gouden Kalf voor beste acteur televisiedrama 2013 gaat naar Pierre Bokma voor zijn rol in De Prooi. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Dankjewel. Voor ik je de prijs ga overhandigen, Pierre, heb ik een dankwoord. Oh, oké. Pierre, ik had deze prijs natuurlijk ook aan Fetja of Isaka gegund. Maar het is voor mij extra bijzonder hem aan jou te mogen overhandigen. Jij hebt namelijk een hele belangrijke rol gespeeld in het feit dat ik acteur ben geworden. Toen ik een jochie van 18 was en auditie ging doen voor de toneelschool, zag ik jou in een toneelvoorstelling acteren. Richard de Derde bij Toneel op Amsterdam. Dat vond ik fantastisch. Ik vond het zo goed, ik dacht meteen, het lijkt me een heel goed idee dat meneer Bokkema mij gaat helpen bij het voorbereiden van mijn auditie. Ik zocht je op in de artiestenfoyer en ik vroeg of je mij les wilde geven. En jij zei direct ja. Je hebt mij toen 3 volle middagen les gegeven en me auditie helpen voorbereiden. Die auditie die ik vervolgens deed, vond de jury op de toneelschool heel opvallend. Opvallend slecht. Dat had helemaal niks met jou te maken, maar alles met mij. Ik had veel te weinig ervaring en de scène die ik had uitgezocht was veel te moeilijk en ingewikkeld. Maar ik ben toch aangenomen. En dat was mede dankzij jou, omdat je direct ja zei en urenlang investeerde om een jochie van 18, dat je echt nog nooit had gezien, het vak te leren. Je krijgt deze prijs wat mij betreft dus niet alleen voor je rol in De Prooi, maar ook voor de manier waarop je al tientallen jaren jezelf inzet om het acteren telkens weer op een hoger niveau te brengen. Je eigen acteren, maar ook dat van anderen. Van harte. Dankjewel. 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 Het is nog bijzonder natuurlijk omdat ik mij in gezelschap bevind van iemand waar ik 2 weken geleden ook mee genomineerd was, Fetja. Die is naar Petersburg gevlucht. Nee, ik vind het doodzonde. Ik had graag een verbinding willen leggen met Fetja om een hart onder de riem te steken. Want ik voel me zeer vereerd dat we 2 keer achter elkaar op zo'n hoog niveau in elkaars gezelschap mogen verkeren. Ik wil met name Teu, IDTV en... Fetja! Dag Fetja, ik had een korte sms-verkeer met je, Fetja. En toen zei je, ik ga hem toch niet winnen, dus ik ben naar Petersburg gevlucht. Ja, we zijn hier net... Jouw Russen, die homo's haten. Ja. Wat ik, geloof ik. Wat ik ga doen, ik ga hem doormidden zagen, denk ik. En goed. Dan, dan komen we elkaar nog een keer tegen. Is goed, Pierre. Oké. Okay. Pierre, van harte. Je bent, dankjewel, Fetja. Liefst daar. Oké, okay, groetjes aan iedereen. Ja. Ik wil natuurlijk iedereen die aan de Prooi heeft meegewerkt bedanken. Met name Teu voor zijn geloof, omdat hij het een jaar heeft uitgesteld. Dat was niet makkelijk. Maar dat doe ik zelden, maar ik heb erop gestaan dat ik Rijkman Groening zou mogen spelen. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken. Ik ben zeer vereerd. Dankjewel. Hoe lang is het nou geleden? Wat? Dat wij aan levensvreugde hebben gedaan, Arie. Ga dan een keer mee naar de kroeg. Ach, dat bedoel ik toch helemaal niet. Wat dan? Kom nou eens hier. Wat?
Kom nou eens even lekker bij me leggen. Waarom? Arie Balk. Moet ik een aap leren klimmen? Voor de uitreiking van het Gouden Kalf voor beste televisiedrama zijn hier Arie en Riek Balk, oftewel Tom Kas en Jenny Arion. Riek, ken jij niet meer op van die man die met een kalf onder zijn arm thuis komt? Komt een man met een kalf onder zijn arm thuis. Loopt linea recta de slaapkamer in waar zijn vrouw inmiddels ligt. Hij zegt, kijk, dit is nou dat varken waarmee ik seks heb als jij weer eens hoofdpijn hebt. Zegt die vrouw, ik weet niet of jij een brilletje nodig hebt, maar dat is geen varken, dat is een kalf, hè. Zegt die kerel, wacht even, ik heb het niet tegen jou. Ken je die? Ja. 35 jaar geleden heb je die bak al verteld. Okay, toen we nog verkering hadden. Ik heb hem nou wel 700 keer gehoord in mijn leven. Goed. Lees nou maar voor. Wat zeg je? Oh, krijgen we eens film, jongens? Eerst krijgen we nog toch dat die filmpjes gedraaid worden, toch? Genomineerd voor beste televisiedrama zijn Exit van Boris Pavel Koning. Stop! Ik ga niet terug in fucking gevangenis! Nee! Mijn familie is vermoord! Ze vermoorden mij ook als ik daar ben! Mama, doe! Nee, fuck wat zij doen! Je hebt geen idee wat ze met de rebellen doen daar! Warriors van Maaike de Jong. Waar is de Jack? Waar is dat jet? Waar zijn die collars? De prooi van Teu Boelmans. Natuurlijk was het een grapje. We praten over die aandelen en ik zei het zelfs, nou dan koop je er toch een paar miljoen. Edelachtbare, ik kon toch onmogelijk vermoeden dat Joep dat zo serieus zou nemen en vervolgens dat doorspelen aan Melchior. Maakt u nooit eens een grapje? Beste televisiedrama. Dit televisiedrama is van minuut tot minuut in spanning, dat je in spanning houdt. Het raakt een zenuw van deze tijd. Strak verteld, strak geacteerd. Het Gouden Kalf voor beste televisiedrama 2013 gaat dan ook naar Exit. Van Boris Pavel Koning. Van harte, van harte. Ik had een speech voorbereid. En dus ik te kijken, waar zit die? 9 jaar geleden werden 5 jongens op een vliegtuig gezet. En ondanks dat het 9 jaar geleden is, is dat een verhaal wat nu nog altijd ongelooflijk urgent is. Wat verteld moest worden. Soms struikel je over een verhaal waar je het idee hebt, jongens, ik moet dit verhaal vertellen. Alleen, je krijgt niet altijd de kans om dat te kunnen doen. En ja, sorry, maar ik voel me gezegend dat wij als team de mogelijkheid hebben gekregen om een verhaal als dit, ook al is het niet het meest makkelijke verhaal, toch te kunnen vertellen. Nee, dat was mijn improvisatie. Nu ga ik over wat ik opgeschreven heb. Ik wil de jury ontzettend bedanken voor deze erkenning, omdat dit soort verhalen ook gewoon een podium krijgen. Ik wil mijn lieve broer Romein Koning, die het idee heeft en een geweldige rol heeft gespeeld, wil ik ontzettend bedanken. Keyfilm, de waanzinnige cast, jongens, je kunt niet weten wat voor een toffe tijd we gehad hebben in die bus. De crew, ontzettend bedankt voor alle inzet en support. Het Koperfonds wil ik bedanken. En tenslotte wil ik Gemma Derksen van de NCV heel erg bedanken voor haar vertrouwen in het project en in mij. Jongens. Ja. Dankjewel. In 2014 zal in het kader van de huidige economische situatie de Nederlandse filmindustrie een jaar worden stilgelegd.
Daarom zal voor nieuwe Nederlandse films gebruik gemaakt worden van bestaand materiaal. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteert met trots Filmjaar 2014. Alles is Sjoelen. Ik kom voor de Sjoelbak van Marktplaats. €564. Ja, wat moet je ermee? Ik was Sjoelen. Maar de schijven om mee te Sjoelen heb ik niet. Het Sjoelseizoen is voorbij. Oud op Ibiza. Wat is er met je? Nou, Johan Nijhuis zei me dat het gratis was. De vrouwen, de drugs, de booze, een bootje. Op Ibiza. Mm-hmm. Eigenlijk was het Peter Faber voor deze rol. Dat wist ik niet. Dus ik twijfelde eerst van, moet ik het nou wel niet. En nu heb ik een SOA. Wat? En wat ik je dus vragen wou, heb ik die van jou of niet? Schor verliefd. Wil je een liedje, maar nee, ik moet niet zingen. Van mij hoeft het niet, maar ik ben toondoof, dus het kan altijd, geen probleem. Het is vierkwartsmaat. Wat? Het is een kwestie van tellen. Dat is 1, 2, 3, 4. Ik hou van je, ik hou, hoe vond je het? Toch relaxed? Dag. Schaap. Hi. Waar is het wiskundeboek? Ik heb morgen een proefwerk. Ja, ik wilde het terugbrengen, maar... Hoofdstuk 7. Begrijp je? Allemaal sommen die ik had willen oefenen gisteren. Dat proefwerk heb ik ook, Joep. Psh. Heb je het wel bekeken? 2 keer 6. Hé, man. Dat is 12. Dat heb je heel snel. Nu heb ik respect. Het bombardementsfeest op het plein. Maar ik ben toch Jantje? Ik heb een lied geschreven voor mijn oma. Alleen zij is dood. Hier. Zal ik het zingen? Nou... Ik zing dit lied voor... Het is mooier als je een tattoo neemt voor je oma. En ik ben helemaal niet dood. Alleen maar rappende mensen. Kan je niet rappen? Moet je kijken wat je met mijn schoentje hebt gedaan. Isolement. Het zijn de dieren, daar kun je toch geen volière mee voldoen. Hé, hey, tak, 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 hé. Hey. Hop, 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 schiet naar buiten. Zorg jij voor de aardappelen met jus? Ik heb gorgonzola en geen kippen. Oh. 2013 was een mooi filmjaar. 2014 wordt net zo mooi. Maar dan met andere stemmetjes. Nou, we kennen haar van theatershows en televisieprogramma's voor de VARA. Op het Nederlands Filmfestival is ze al jarenlang het vertrouwde gezicht van de dagelijkse talkshow. Ze is een van mijn favoriete voorgangers. Voor de uitreiking van het Gouden Kalf voor beste scenario is hier Claudia de Breij. Goedenavond. Het is mij een eer en een genoegen om het Gouden Kalf voor beste scenario te mogen uitreiken. Want alles staat of valt met een inspirerend verhaal. Dat zou ik hier graag willen houden over hoe we op een troonrede hadden gehoopt die ons de rug zou doen rechten, maar die neerkwam op alles is kut, alles blijft nog een tijdje kut, maar kop op. En dat de voornaamste lof voor de HJ schoollezing van onze premier was dat hij het zo knap uit zijn hoofd had gedaan. En wat dat zegt over het inspirerende gehalte van dat verhaal. Maar we zitten krap in de tijd. En achter vragen ze of ik het kort wil houden, want iedereen die begint aan een speech, daarachter beginnen ze elke keer groener te zien. Dus laat ik gewoon overgaan tot de verhalenvertellers over wie het gaat. Want van hen moeten we het hebben. De genomineerden voor beste scenario zijn. Genomineerd voor beste scenario zijn. Kim van Kooten voor Alles is Familie. Ja, ik begrijp dat dit een klap is. Luizaar. Eerder dood. Je moet het zeg maar zien als... Ja, het is dood. Zaad. Nou, lekker dan.
Thijs Gloger en Alex Pitstra voor Die Welt. Alex van Warmerdam voor Borgman. U bent meneer Van Schendel? Ja. Zou ik hier misschien even een bad kunnen nemen? Waarom? Een douche is ook goed. Ik dacht het niet. U zou er mij een enorm plezier mee doen. Ik heb me namelijk door omstandigheden heel lang niet kunnen wassen. Dat kan zijn, maar ik wil het niet. In minutieus doordachte stappen valt het leven van de hoofdpersonages uiteen. Het noodlot ontrolt zich ongrijpbaar en onheilspellend. Er is geen ontkomen aan. Het Gouden Kalf voor beste scenario 2013 gaat naar Alex van Warmerdam voor Borgman. En namens hem, Hadewig Minis, alsjeblieft. Dankjewel. Gefeliciteerd. Goedenavond, dames en heren. Alex van Warmerdam is in Spanje helaas, dus hij kan er niet bij zijn. Maar ik moest van hem zeggen, hartelijk bedankt. Mooi, mooi, mooi. Ja, heel mooi. Nou, vorig jaar wonnen deze twee talenten van de Nederlandse film beide een Gouden Kalf. Afgelopen week werden hun handafdrukken vereeuwigd in de Walk of Fame in de Utrechtse Vinkenburgerstraat. Dat is ons eigen Hollywood Boulevard. Voor de uitreiking van het UPC Publieksprijs zijn hier Hanna Hoekstra en Reinoud Scholten van Aanschat. Kabam. Hoi. Hallo. De UPC Publieksprijs is het enige Gouden Kalf waarbij de winnaar bepaald is door het publiek en niet door een jury. Voor de prijs komen films in aanmerking die een gouden status hebben. Wat wil zeggen dat deze films 100.000 bezoekers of meer trokken. Dat waren het afgelopen filmseizoen in totaal 16 films. Iedereen kon in de maand september op deze films stemmen. En de drie films met de meeste stemmen zijn vervolgens geselecteerd. En daarop kon tijdens deze festivalweek opnieuw worden gestemd. Iedereen kon maar één keer stemmen. En daarop is streng toegezien door een notaris die ook hier in de zaal zit. Trouwens. Is dat het, hè? Ja, ik waarschuw maar even. Tot gisteravond 12 uur kon er worden gestemd. En heel veel mensen hebben dat hebben gedaan. Laten we even kijken naar de drie genomineerden. Genomineerd voor de UPC Publieksprijs zijn... De Marathon van Diederik Koopal. Waar is het eigenlijk leuk hier, de marathon? 42 kilometer, 195 meter. Nou, ik vind het met de auto wel ver. Godverdomme, zeg hij. Daglicht van Diederik van Rooijen. King Kong, Hannibal, Maria, Venus van Slag. King Kong, Hannibal, Maria, Venus van Slag. Het bombardement van Aten de Jong. Gouden Kalf voor de UPC Publieksprijs 2013 gaat naar De Marathon. Dankjewel. Ik ga je zoeken. Mag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Hallo. Oh, pak ik ook even mee. Zou ik ook maar doen, ja. Jezus. Ja.
Jezus. Hoi, man. Moeten we beginnen met alle Facebook-vrienden te bedanken? Dank aan alle miljoenen mensen die op ons gestemd hebben voor de marathon. En die vonden ook dat de marathon deze prijs verdiende. Het is ook een prijs die toekomt aan veel mensen. Allereerst dank aan iedereen bij iWorks, in het bijzonder Reinoud, Maarten en Hans, voor de kans en het vertrouwen om deze film zo te maken zoals we hem gemaakt hebben. Dank aan Martin van Waardenberg en Gerard Meuldijk voor het prachtige script en enthousiasme en alle steun die ik van hen heb gekregen. Dank aan alle acteurs en de volledige crew voor hun inzet, talent en toewijding. En ik hoop nog heel vaak met jullie te mogen werken, want ik vond het echt ontzettend mooi en leuk. Speciale dank naar alle Rotterdammers. En de organisatie van de marathon, de mooiste marathon van Nederland. Zonder jullie was het nooit zo mooi geworden en zo goed. En natuurlijk grote dank aan mijn gezin, Titus, Bobby, Clara, die nu in Frankrijk zit druiven te plukken. Dank voor de steun, liefde en toewijding en die fantastische verjaardag op de set. Ik dank jullie allen voor het warme welkom dat jullie mij hebben gegeven in deze filmwereld. Merci. Ja. Voor de uitreiking van het Gouden Kalf voor beste regie is hier een van de hoofdpersonages uit de marathon. Als cabaretier vormde hij jarenlang met Wilfried de Jong een duo. Hier is Martin van Waardenberg. Wow. Ja, dankjewel. Ik ga jou eerst even zien. Jij doet zo goed. Zo, die pakken ze mij niet meer af. Ja, ik had hier natuurlijk daarnet moeten staan, maar goed, ik sta er dan nu. Om iets uit te reiken. De prijs voor beste regie. Regie is eigenlijk iets afschuwelijks. Je bent verantwoordelijk voor alles wat je maar kan verzinnen. Van een haartje wat niet goed zit tot een kostuumpje wat te kort is. En je moet het ook allemaal nog goed in beeld zien te krijgen. Je zit achter een monitor te kijken waar het allemaal veel kleiner is dan op een heel groot scherm. En je moet het ook nog monteren. Kortom, het is een hel. Ik heb ooit zelf iets geregisseerd. Dat is nooit uitgezonden. Maar ik zat inderdaad in de hel, want ik ben daarna opgenomen en heb een hele tijd in een inrichting gezeten. Laten we gaan kijken naar de genomineerden. Genomineerd voor beste regie zijn Jim Taiyutu voor Wolf. Ik weet dat als het moet ik je nog steeds kan hebben. David Verbeek voor How to Describe a Cloud. Alex van Warmerdam voor Borgman. Dames en heren, de prijs voor beste regie, en dat stukje wat hier staat heb ik eigenlijk net allemaal al gezegd, dus ik ga gelijk naar de winnaar. Kan ik het weer niet lezen hoor. Geintje kan het wel lezen. Het is Jim Taiyutu voor Wolf. Ik heb, goedenavond allemaal, ik heb de grote eer gekregen van Jim Taiyutu om deze kalf, dit kalf,
dit kalf in ontvangst te nemen. En daarbij heb ik ook een mailtje gekregen, dus dat ga ik wel eventjes bijhouden. In het geval hij zou winnen, moest ik wel even iets zeggen. Oké, daar gaat hij. Dus namens Jim. Ik wil de prijs opdragen aan mijn vrouw Nine. Die er altijd voor me is. Zeker. Die er altijd voor me is. En onze zoon Wolf, die tijdens de opnameperiode geboren is. Verder wil ik mijn broers bij Habbekrats bedanken. Julius en Victor Ponte. En natuurlijk Bouw. En deze prijs is voor alle Wolf- en Rabatsoldaten. Ze weten wie ze zijn. En ze weten dat ik van ze hou. Ik hoop ze bij de volgende film weer te zien. Verder is het gepast om af te sluiten door Drake te quoten. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now we're... Ah, shit, dat doe ik nog fout ook. Ik doe hem gewoon nog een keer. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team is fucking here. Yeah. Straks, wie gaat het Gouden Kalf winnen voor beste film? Naar beneden kijken! Sleutels! Heb ik die? Waar zijn de sleutels? Ik heb ze niet. Toch Geert gedronken. Was het alsof ik zelf dood ging? Meisje, ga hulp halen. Naast alle feestelijkheden was er dit jaar ook intens verdriet. Op 3 december overleed, totaal onverwacht en veel te jong, Jeroen Willems. Als je hem zag spelen of hebt horen zingen, dan werd je direct een beetje verliefd op hem. En samenwerken met hem betekende dat je hem in het hart sloot. En hij sloot de mensen die hij ontmoette in zijn werk ook in zijn grote en bijzondere hart. We hebben het afgelopen jaar mogen genieten van projecten waarin hij schitterde. Op televisie en in de films. Het verlies is enorm en wordt nog steeds gevoeld. Het Nederlands Filmfestival wil Jeroen Willems, gast van het jaar 2012, heel graag eren tijdens dit gala. In memoriam Jeroen Willems. Laat me niet alleen, toe vergeet de strijd, toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen, en die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, het is voorbij, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Want uit een vulkaan, die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust door het vuur weer aan. En op oude grond zie je vaak het graan heel wat droger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, daglicht mint de nacht, zwakheid mint de kracht. Mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht. Horen hoe je praat. Weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je schaduw zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.
prachtige, lieve man. Met een prachtige, lieve stem. Misschien is het die stem wel die ik nog het meeste mis. Die stem die dan belde en zei, ja, met mij. En in die drie woorden lag al zoveel muziek. Dat kon hij als geen ander. En ik weet zeker dat hele generaties acteurs door hem geïnspireerd zijn en geïnspireerd zullen blijven worden. Jeroen, we missen je. En dan ga ik nu het kalf uitreiken voor de beste acteur. En de nominaties zijn... Genomineerd voor beste acteur zijn... Marwan Kenzari voor zijn rol in Wolf. Alle eendjes waggelen. Tonkas voor zijn rol in Matterhorn. Alle eendjes waggelen. Je waggelt niet. Waggelen. Alle eentjes. Ja, nou hou je op! Stefan de Wallen voor zijn rol in De Marathon. Het bevalt me voor geen meter zoals jij de laatste tijd gedraagt, weet je dat? En jij weet heel goed wat ik bedoel. En kijk me godverdomme aan als ik tegen je praat! Je gaat dan naar je kamer en je gaat als de sodemieter je Duits leren. En je gaat het tentamen halen. En als je het godverdomme in je hoofd haalt om hier thuis te komen en onvoldoende, dan trem ik je eigen handen door het hele huis heen. Deze acteur beheerst niet alleen de taal en het fysiek van zijn personage, maar ook de duistere, visieuze cirkel van emoties waaraan hij ten onder gaat. Het Gouden Kalf voor beste acteur 2013 gaat naar Marwan Kenzari voor zijn rol in De Wolf. Marwan is er niet. Maar hij was bijna mijn schoonzoon in Penosa, dus... Nou, nee, jij gaat... Hij gaat zeggen. Oh, hij? Oh ja! Daar ben je! You. Hoor je mij nu? Ja. Okay, heb ik een vertraging of niet? Praten! Oké, mensen, dit is heel erg lastig vanuit Rusland om dit hier te zeggen. Ik ben hier met het ensemble van Toneelgroep Amsterdam. Allereerst wil ik Ton Kas en Stefan de Wallen bedanken. Het is een eer om met jullie genomineerd te mogen zijn. Ik wil de jury bedanken en de organisatie van het Nederlands Filmfestival. Ik wil mijn lieve vrienden bedanken. Ik hoef jullie niet te noemen, jullie weten wie jullie zijn. Brahim, Bushi wil ik bedanken. Ik wil het hele ensemble van Toneelgroep Amsterdam bedanken. Jacob, Fetja, Hans, Gijs Scholten, die het nog net heeft gevraagd in de coulissen. Dus bij deze Gijs, ik bedank je extra. Ik wil mijn ex-vriendinnetje Dominique bedanken omdat je er voor me was in tijden dat ik eigenlijk een klootzak was met een gouden tand. Mijn trainers, mijn sparringspartners, Arie Boomsma, mijn lieve vriend. Ik ben jou eeuwig dankbaar. Je bent een grote steun geweest. De belangrijkste man na mijn vader in mijn leven, Jim Tehutu. Jim, deze is voor ons en deze is voor Kleine Wolf. Ik hoop dat wij nog veel films samen mogen maken. Tot slot wil ik dit zeggen. Mijn lieve zus zit in de zaal en mijn moeder zit in de zaal. En mijn vader die is er niet, maar die, ik hoop dat hij dit voelt. Wat is een man zonder zijn familie? Jullie zijn alles voor mij. Ik had ooit profvoetballer willen worden, is niet gelukt. Maar ik probeer met elke film die ik maak, probeer ik die vrije trappen erin te schieten. En deze vrije trap mocht ik nemen. Volgens mij vloog die bal zojuist de kruising in. Mensen, ik dank jullie. Hartstikke bedankt. Gefeliciteerd. Hij is alweer een tijdje niet te zien geweest op tv. Daarom is hier voor de uitreiking van het Gouden Kalf voor beste actrice in een speelfilm, Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs, het is zo jammer, want er
ik heb een prachtig fragment gezien waar jij schittert in Baantje. Ja. En dat kunnen we vanavond helaas niet zien, maar er is echt wel een acteur in jou verloren gegaan. Maar ik vroeg me wel af, als je toch zou spelen, zijn er rollen waarvan jij denkt, dat zou ik nog wel een keer willen doen? Zoiets als Wolf, denk je, de ring, zijn wat er dingen die jij... Net, om een keer te voelen hoe het is. Nee, ik kan één ding, en dat doe ik ook elke avond, en voor de rest kan ik eigenlijk helemaal niks. En kijk ik alleen maar in grote bewondering, en daarom vind ik het ook zo leuk dat ik er ben vanavond, dat ik een beetje deel mag uitmaken van dit gilde, van echte talenten, echte kunstenaars. Ik ben slechts een krullenjongen. En ik mag hier de prijs uitreiken voor de beste actrice. De beste actrice, ik hoop dat ik dat goed doe. Ja, dat... Hoe gaat het? Ik val binnen. Gaat het goed? Het gaat goed. Sint-Petersburg, er zijn veel genomineerden, zijn op andere plekken. Maar we hebben via sms en geskype, we hebben het allemaal gezien. Ga jij goed? Ja, nou, ik vind het heel leuk, ja. Doet ze het goed? Oh, goddank. Dankjewel. Ja. Vertel. Oké, de beste actrice, de genomineerden. Genomineerd voor beste actrice zijn... Vivian Dieriks voor haar rol in de ontmaagding van Eva van Ent. Ja, je moet nog je eigen missie. Is dat nog een foto? Als je naar mijn missie ook is, dan is dat dan je naar mij nooit nog kan dat moro. Dan ook trouw mimi si. Dat is naar mij het trouw. Jutta Wong Loy Sing voor haar rol in Hoe duur was de suiker. Hadewig Minnis voor haar rol in Borgman. Alsjeblieft. Als je dat wilt. Zo snel mogelijk. Deze actrice kruipt onder je huid. Het lijkt zo simpel wat ze doet, maar in elk detail, in elk gebaar, in alles wat ze speelt, weet ze een extra laag aan te brengen. Het Gouden Kalf gaat naar Hadewig Minnis. Dankjewel. Dankjewel, jury, voor het kalf. Wauw. Zoals sommigen van jullie weten heb ik 2 jaar geleden het roer nogal omgegooid, omdat ik heel erg het verlangen had om iets zelf te maken. En dat was een hele vruchtbare tijd. En in die tijd kwam Alex van Warmerdam op mijn pad met Borgman. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En Alex van Warmerdam, wat is het fantastisch om met je te werken. Je bent niet alleen als mens, maar ook als maker een enorme inspiratie voor mij. Dank je wel daarvoor. En je bent natuurlijk niet voor niks met een geweldige vrouw, actrice en vrouw, Annette van Herben. Dank je wel dat jij het vertrouwen had dat ik Marina mocht spelen. Jan Bijvoet, je bent een geweldige acteur. Dit kalf is ook... voor jou. En bij mij mag je altijd een bad komen nemen. De deuren staan voor je open. Jeroen Perceval, dank je wel voor je geweldige spel. Ik wil alle acteurs en alle crew van de film bedanken, want het was zo waanzinnige tijd. We hebben het zo geweldig gehad. Tom Erisman, je bent een meesterlijke cameraman. Mijn dank is ubergroot. Mark van Warmerdam, dank je wel dat jij met je broer zoveel prachtigs hebt gemaakt, al die jaren lang, en dat jullie samen en ook voor ons tot hoge hoogte zijn gekomen. Ik wil ook mijn agenten Jolies en Andrea bedanken voor hun vertrouwen. Mijn ouders, dat ze altijd achter me staan. Tibor, mijn man, dank je wel, lieve schat. Dankzij jou is alles gaan stromen. Salvador, mijn lieve zoon, je bent mijn talismannetje. Ik hou van jou, lieve schat. Dit kalf is een motivatie om mijn dromen te blijven najagen. En lieve mensen, laten we allemaal onze dromen najagen, want daarvan wordt de wereld zo mooi. Dank je wel. Dan gaan we nu naar de laatste uitreiking van de avond. En misschien wel het belangrijkste Gouden Kalf.
En voor we dat doen, wil ik toch zeggen dat als de politiek niet besluit om maatregelen te nemen, dat er binnenkort weinig te vieren valt in de Nederlandse filmwereld. En ook de publieke omroep die dit prachtige tv-drama en films en jong talent steunen, moeten dit kunnen blijven doen. Om het kalf voor de beste film uit te reiken, ga ik iemand uitnodigen die in bezit is van 5 gouden kalveren. De meest gelauwerde actrice van Nederland. Hier is Carys van Houten. Dank u wel. Goedenavond. Ik vind het een heerlijke avond. Ik ben heel tevreden. Er is 1 dingetje wat me een beetje dwars zit. Uitgerekend dit jaar dat het thema naakt is. Uitgerekend dat jaar word ik niet genomineerd. Wat zegt dat? Dat was mijn grap. Nou, nu dan ga ik heel lang over nagedacht. Dit is een heel spannend moment, dus moet ik wel ook even iets van maken natuurlijk. Genomineerd. Oh, sorry, ja, natuurlijk. Ik had het bijna gezegd al. Ja. Oh, sorry. De genomineerden voor de beste lange speelfilm zijn... Genomineerd voor beste film zijn... Wolf van Julius Ponte voor Habbekrats. Naar beneden kijken! Naar beneden kijken! Sleutels! Heb ik die? Waar zijn de sleutels? Ik heb ze niet. Waar is de sleutel? Waar heb je de sleutels? Ik heb ze niet. Wat zijn die sleutels? Toen Geert van dronk, was het alsof ik zelf dood ging. Boven is het stil van Stinette Bosklopper voor Sierse film en Els van der Vorst voor N279 Entertainment. Ik lig met de verkeerde zon achter. Meisje, ga hulp halen. Borgman van Mark van Warmerdam voor Granietfilm. Okay. Het Gouden Kalf voor de beste film van 2013 gaat... Oh, ik moet toch eerst iets voorlezen. Sorry, pardon. De radicale brutaliteit van de regisseur verrast en ontregelt. Onheilspellend, grimmig, compromisloos, authentiek, humoristisch. Deze film ontstijgt alle clichés. Het Gouden Kalf voor beste film 2013 gaat naar Borgman van Mark van Warmerdam en niet veel. Dankjewel. Ik wilde mijn knoopje dicht doen, maar het lukte niet. Sorry daarvoor. Hele lange tekst. De mens heeft behoefte aan verhalen. Komische, gruwelijke, spannende, romantische, aangrijpende verhalen. Verhalen vertellen is een kunst. Het maken van film, documentaire en animatie voor bioscoop, televisie en tablet is een kunst. Maar het is ook een vak. Lieve Kamerleden van de VVD. Wij hebben ons huiswerk gedaan. Wij hebben het vak geleerd. Wij kunnen verhalen vertellen. Er is publiek, er is waardering. In Nederland en daarbuiten. Ik vraag u vanavond 1 klein dingetje. Het kost u niets. Het kost niemand iets. Echt niet. Het kost u zelfs geen leden. 1 piepklein dingetje. Uw handtekening onder de economische steunmaatregel voor de Nederlandse filmindustrie. En wij blijven verhalen vertellen tot we er dood bij neervallen. Daniel, we hebben hem! Dank je wel.
Ja, dit was deel 1 van het gala van de Nederlandse film. Wij feliciteren natuurlijk alle Gouden Kalf winnaars en nodigen hen uit om hier op het podium te komen voor de foto. En straks om 11:15 op dit net deel 2. Dan interviewt Wilfried in zijn auto, die hier pal voor de deur staat, de winnaars van de Gouden Kalveren. Te weten Hadewig Minis, Pierre Bokma, Monique Hendricks en Martin van Waardenberg. Graag tot straks. Dank u wel.